het feit dat we ze nu het water afnemen, nou, dat doet me zeer. Maar we zijn nog een maand, 5 weken open en dan gaat ons winterseizoen in voor volgend jaar. Dat beloof ik echt. Dan gaan we het oplossen, want dit kan niet. We moeten echt iets bedenken. Natuurspeeltuin De Woeste Weide in Sliedrecht heeft voor de 2e keer deze zomer de speeltoestellen met water gesloten. Oorzaak is een veel te hoog PFOA-gehalte, dat na eigen onderzoek in het speelwater werd gevonden. De speeltuin wil vooral geen risico nemen en heeft daarom de kraan al een week dicht. Maar wat kinderen doen is hier op het bankje of lekker met hun billen hierin gaan zitten en dan stroomt het water, gaat ophopen en als je dan wegspringt heb je een enorme golf van water. En we hebben het over kinderen tussen de 2 en 10 jaar die heerlijk willen spelen. Klein beetje boos zijn op mij als bestuurder dat het nu niet speelt, want ja, het water is een van de belangrijkste attracties die we hier hebben. Toen eind juni bekend werd dat het water rondom chemiebedrijf Chemours verontreinigd was met PFOA, legde het park ook al de waterattracties stil. 2 weken later ging de kraan weer open, tot de stichting zelf op onderzoek uitging. Toxicoloog Giel Jonker concludeert dat het PFOA-gehalte in het speelwater volgens de nieuwe norm 700 keer te hoog ligt. Daar moet je niet over twijfelen, dan moet je de kraan dichtdraaien. Dus diezelfde ochtend, vrijdagochtend, is hier de kraan dicht gegaan. Nu is de speeltuin vooral op zoek naar duidelijkheid. De Munk hoopt daarin ook op een actievere rol van de gemeente Sliedrecht. Ga breder monitoren, hou de boel in de gaten en laten we dan gezamenlijk in overleg gaan wat de mogelijkheden zijn om hier te doen. Als er een afname is van de PFOA in de proeven, dan kunnen we hier probleemloos straks weer open met het oppervlaktewater. Maar blijven die waarden zo hoog, dan is het ultieme wat je kan doen, is hier een wel slaan, een bron slaan. Je pompt het op, je bent hier ook wel in. Nou, de eerste indicatie is dat we daar 30.000 euro voor nodig hebben. En dat zit nou net niet in onze begroting. De gemeente Sliedrecht laat in een schriftelijke reactie weten mee te werken aan verschillende onderzoekstrajecten. Maar dat er geen aanleiding is om sneller onderzoek te doen naar speelwater. De gemeente heeft de onderzoeksresultaten van de natuurspeeltuin ontvangen. En komt na onderzoek met het waterschap, de GGD en het RIVM met een advies.